kom eens even helpen. Wat? Kan je even voor mij naar de eieren kijken of ze goed zijn? Ik denk dat ze nou wel geschrokken zijn. Oh, hé, hey, wat? Ja, of we zullen wel meemaken met een beek. Jazeker. Maar we zijn nu op hoogtetraining hier in Esbeek. Want Mark en ik moeten binnenkort de kerktoren gaan renoveren. Dus we moeten wel eens een beetje oefenen. Dat was 250 meter, Mark. Maar ja, we maken er wel mee. Ja, zeker. Nou, die kerktoren, ja, je weet dat wel, Theo van den Hoven. Dat is natuurlijk de grootste vrijwilliger van de kerk, hè. En Julie Annemieke, die komt dan zo iedere dag, in 12 uur komt ze mee een boterham een keer komt ze brengen. Hey, en dan, ja, dan gaat ze weer. Hè. Nou, voor een week ook, zag ik ze. Hey, loopt ze mee een emmer, zo naar die vijver daar bij de kerk. Doet zo, die een emmer vol met water scheppen. En dan wou ze weer weglopen. Dus ik roep zo, hé, hey, Annemiek. Oh, zie je wat ga je met die emmer water doen? Ja, zei ze, met een smartlap, hè.